We starten in de derde klasse. Ja, in die derde klasse hebben we toch wat minder duels. Want het loopt een beetje op zijn end. Hè. Straks krijgen we dus opnieuw die hele indeling. Als we dan even kijken in die kwalificatiepool 3. HDV tegen Fullspeed. Nou, Fullspeed niet meer zo interessant. HDV eventueel, maar het betreft een restant. Van 62 minuten bij een stand van 1-1. Nou is het wel zo dat op dit moment staat Remo zesde. 13 gespeeld, 20 punten. Met andere woorden, nu moet nog één wedstrijd spelen. En de laatste wedstrijd, dat is volgende week zondag, moeten ze naar Houtwijk toe. Dus ik maak me sterk dat ze daar toch wel minimaal een punt gaan halen. Wat ook nodig is. En HLV heeft op papier nog een mogelijkheid. Op dit moment 10 gespeeld, 9 punten. Met andere woorden, ze kunnen er 12 halen. Maar ik denk niet dat het uiteindelijk zal resulteren in een plaats in die kampioenspool, want Remo, die toch al verbaasd heeft eigenlijk, heel stilletjes naar boven gekropen, de laatste fase, die gaan zich daarvoor plaatsen. Ja, en komende zondag dan dat restant, HLV Fullspeed. Ja, het is eigenlijk een wedstrijd om de keizers des baards, dus wat ik daarvan moet zeggen, ik weet het niet. Maar goed, HLV doet er goed om in ieder geval te winnen. Ja, dat wel. Dan hebben ze het nog min of meer in eigen hand. Kansje. Goed, HMC, dat speelt thuis tegen DHL. Als je nou even kijkt naar die stand, HMC staat ook 4 wedstrijden achter. Dus heeft in theorie, als ze al dat punten gaan pakken, nog een kans. Ja, maar je zegt het eigenlijk precies goed. Ik denk dat het een echt theoretische kans is. HMC is geen hoogvlieger. Ze vallen gewoon heel erg tegen dit jaar. Ze verloren ook afgelopen week van Madestein. Toch ook geen hoogvlieger. Dus nee, DHL daarentegen die wil zich gewoon plaatsen voor die promotiepool. En met nog dat voordeel van thuiswedstrijden, et cetera. Dus ik voorzie hier gewoon winst voor DHL. Ja, kijk, in die kwalificatiepool 2, daar zijn ze klaar. Van de week publiceerden wij een interview met André Stafleu, oudspeler trouwens van RKV, nu trainer van Slikkerveer. Nou, die liet nogal wat kritiek los richting KNVB. En als je ook zijn argumenten zag, denk ik, hij heeft volkomen gelijk. Ja. Want het rare geval doet zich voor als je dan in een kampioenspool mag acteren straks. De eerste zes ploegen van de huidige reguliere competitie, die plaatsen zich daarvoor. Dan kan je in theorie, terwijl je eigenlijk opgaat voor het tweede klassenschap, kan je in theorie nog degraderen naar de vierde klas. Ja, gekker moet het natuurlijk niet worden. En dat haalde ik ook aan in dat interview. Ja. Dus ja, het is echt heel gekunsteld in elkaar, die hele regeling. En ik maak me sterk, eigenlijk als je degradeert naar die vierde klas, volgens mij maakt het heel weinig uit. Want of aankomend seizoen of seizoen erop heb je alleen nog als laagste klas in het zondagvoetbal in West 2 de derde klas. Ja. Dus dan ben je automatisch weer derde klas. Je hebt een kans dat clubs dan inderdaad in de reserveklasse gaan spelen. Ja. Wat hij ook zegt is natuurlijk van wij zijn nu klaar, maar we moeten voorlopig, dan zit je lekker in een flow. Ja. En dan moet je weer 2 weken in de wachtkamer gaan zitten. Ja, hij heeft helemaal gelijk. Hij zelf staat dan 2 weken stil. Ja, dus doorbreekt je flow, doorbreekt je ritme. En daarna kan ook afstand weer een thema worden, want je weet ook niet wat je kunt verwachten. Ja. Ze gooien straks de boel bij elkaar en dan moet je maar kijken waar je belandt. Dus er zitten heel weinig prikkels in voor de betere ploegen. Hij gaf zelf aan, Slikkerveer was al heel gauw bekend dat ze voor de promotiepool gingen. Ze hebben het hartstikke goed gedaan. Ja. Je krijgt geen beloning in de vorm van een periodetitel of iets dergelijks. Nee. Dat loop je allemaal mis. Ja. Gewoon nieuwe ronde, nieuwe kansen. Ja, dat is eigenlijk gewoon te gek voor woorden. En je kunt het eigenlijk ook zelfs omdraaien door te zeggen dat de startploegen, eigenlijk de echte vierde klassers, die hebben er baat bij. Want ja, die kunnen alleen maar winnen. Ja. Die hebben niks te verliezen. En die kunnen alleen maar winnen. Ja. En die kunnen met een goede reeksje, kunnen ze zich zomaar gaan plaatsen voor de derde klasse. Dus dat is wel een beetje de wereld op zijn kop. Ja, goed. Dan kijken we nog even in die kwalificatiepool 2. Er komt geen ploeg uit de regio in actie. Wel hebben we Van Nispe ASC en Warmunda tegen SJZ, nou, 2 ploegen daarvan, dat zijn de concurrenten van Graaf in 2 vak. Dat zijn er 3, Van Nispe AC en SJZ. Die kunnen zich nog in theorie plaatsen voor die kwalificatie, of tenminste voor die kampioenspool. Ja. En ik denk niet dat Graaf in dat gaat redden, hoewel ze er natuurlijk aardig voor staan op dit moment. Maar uiteindelijk zal denk ik toch AC sowieso, en of Van Nispe of SJZ zich gaan plaatsen voor die kampioenspool. Maar goed, al met al heeft Graaf in toch een goede eerste helft van het seizoen gedraaid. Maar goed, de hele argumentatie die we net de revue hebben laten passeren geldt ook voor Graaf Willem. Ze kunnen in theorie dan zich handhaven op derde klasniveau. En dat moet ook mogelijk zijn voor die ploeg. Want het zou te gek voor worden zijn als die ploeg zakt naar de vierde klas. Zeker.